De Kittikotti-viering in Suriname is de aanleiding geweest tot een samenwerking tussen de School voor Jong Talent Suriname en Unique Arts Entertainment. Deze twee groepen hebben afgelopen zaterdag en zondag grote dansshows met als titel Kaya Home in Afrika verzorgd in ons erf. De titel van het dansstuk verwijst naar het feit dat mensen zijn weggerukt uit hun moederland en zijn gebracht naar een onbekend gebied. Kelton Jennings, artistiek directeur van Unique Arts Entertainment Production, geeft aan dat hij verliefd is geraakt op Suriname en de wijze waarop de viering van Kittikotti hier plaatsvindt. First time I came for Kittikotti. We don't normally have at our emancipation we have persons dressing in just African attire. And I experienced that here when I came to Suriname, that persons from the different cultural background that supports, I see someone with an Amerindian outfit, Indian outfit, and they're supporting the African culture. I think that is one of the things that stemmed my idea of bringing this together, to uniting the elements in Suriname, because it's beautiful. And I think it's wonderful that we can come together as one and support each other's culture despite of our background or origin. So this is what the experience that I had that brought this today. Jennings zegt ook dat hij heel veel heeft opgestoken uit de samenwerking met de School voor Jong Talent in Suriname. Tanuya Manishant, dansdocent bij deze school, merkt op dat Jennings een andere dimensie aan deze editie van de show wilde toevoegen en dat de samenwerking uitstekend was. En maandag zullen onze gasten genieten van de Kittikotti-viering, herdenking eigenlijk, zoals wij dat doen in Suriname. En, maar gepland is er niet veel meer dan alleen de twee shows. Meneer Kelton is geweest vooraf 2-3 maanden, 3 keren geweest om met verschillende groepen te werken. De kinderen van School voor Jong Talent en diverse culturele groepen. Meer dan 50 dansers uit verschillende disciplines hebben bij de shows opgetreden. De groep waarmee Jennings is afgereisd bestond uit vertegenwoordigers van de Drum School, Drums for Life, X-Factor Dance Company en Unique Arts Entertainment Production.